En ja hoor, vanavond zijn ze er wel. ABN AMRO, welkom meneer Bot. Fijn dat u er bent. U bent hier om commentaar te geven op uw eigen pensioenverzekeringen. Tenminste die van ABN AMRO. Die we vorige week ook behandeld hebben. En een van de mensen die toen in het filmpje zat was meneer Braamburg. Fijn dat u er weer bent, welkom. U heeft een pensioenverzekering bij ABN AMRO. En wat is de verwachting dat die gaat opleveren over 15 jaar? 0,0 euro. Helemaal niets. Nee, laten we nog even kijken hoe dat in elkaar zit. Je sluit geen pensioenverzekering af om uiteindelijk op je pensioengerechtigde leeftijd 0 euro over te houden. Nee, absoluut niet. We hebben zijn pensioenpapieren voorgelegd aan pensioendeskundige Henriette de Lange. Als ik nu eigenlijk terugredeneer, heb ik een 7, 8 jaar een bedrag bij ingebracht van zo'n 22.000 tot 24.000 euro. Daar is nu in het waardeoverzicht een 12.000 euro nog van over. Ja, klopt. Is dat nou eigenlijk nog voldoende? Of? Nou, die 12.000 euro, daarvan wordt dus aangegeven op het uniform pensioenoverzicht. Onder de huidige omstandigheden is dat niet voldoende, want dat verdampt volledig aan die uitkeringen voor uw partner op het moment dat u komt te overlijden. Dat zijn dekkingen die in stand blijven. Stel dat u morgen dood neervalt, dan zit uw partner er prima bij. Maar dat draagt dus absoluut niet bij aan uw bedoeling, wat u net heeft aangegeven, namelijk om ouderdomspensioen op te bouwen. Dus doordat er 2/3 van de inleg niet in fondsen wordt belegd, maar vooral opgaat aan een fikse overlijdensdekking voor zijn partner, blijft er geen geld over voor de opbouw van het pensioen. Ja, meneer Braamburg, is dat ooit tegen u verteld dat u op 0 euro uit zou kunnen komen? Nooit. Ik heb zelfs op een gegeven moment gevraagd van ik wilde een pensioen hebben en ook nog een prettig pensioen voor mijn partner. Maar er is altijd gesproken over pensioen. Ja. Heeft ABN AMRO gereageerd naar aanleiding van vorige week? Ik heb eind vorige week een brief gehad waarin ik gevraagd werd om met een pensioendeskundige contact op te nemen. En een gesprek te hebben. Wat vond u van die brief? Ik vond het wat afstandelijk. Ja. En ik had het verder gevonden als ze me gewoon hadden gebeld. Ja. Annette Gorseman, u zat vorige week ook in het filmpje. We zagen u net al eventjes in een teasertje voorbij komen. Laten we even kijken hoe het bij u in elkaar zit. Ja. In 2001 werd Annette Gorseman benaderd door haar bank om haar spaarregeling om te zetten in iets dat nog interessanter zou zijn. En er staat hier met grote letters: met een koopsomabonnement spaart u op een slimme manier voor een inkomensaanvulling voor later. Nou ja, of het nou zo slim was, dat weet ik niet. Maar ik heb het gevoel van niet. Tegen een matig offensief rendement van 7,6% zou ze in 2022 ruim 94.000 gulden, dus ruim 40.000 euro hebben. We hebben het nog eens nalaten rekenen door Independer. Ze heeft tot nu toe bijna 8500 euro erin gestopt. Maar nu, na de recente beurscrash, staat ze op nog geen 7.000 euro. Wil ze ooit nog op de voorgespiegelde 40.000 euro komen, dan moet ze een rendement halen van 9%. Maar is dat realistisch? De Autoriteit Financiële Markten heeft onlangs het standaardrendement vastgesteld op maar 4%. Ja, mevrouw Gorseman, het stond echt, hè, dat u zou sparen voor een aanvullend pensioen. Ja, ja, u las het gewoon voor. Ja, ik zou het sparen. Nu staat u op verlies. Heeft u al geprobeerd om van het product af te komen? Ja, toen ik mijn laatste overzicht kreeg, toen zag ik dat er maar 400 euro bij was. Toen ben ik gaan bellen, want toen schrok ik erg. En ja, dat ging enigszins moeilijk. Ik heb het nagekeken, ik heb er 3 kwartier over gedaan en 3 verschillende personen. Erik die een afspraak had kunnen maken bij de bank in Gorinchem. En kon u weg? Dat werd me niet aangeraden. Ik kon niet echt weg, want dat zou betekenen dat ik dan nog de komende 15 jaar die kosten toch zou moeten blijven betalen. Dus dan zou die polis zichzelf opeten. En ja, dat is ook niet de bedoeling. Vorige week heeft u gesproken met onze pensioendeskundige, Henriette de Lange, wat zij zei? Dat er ook nog een andere mogelijkheid was om dan over te gaan naar banksparen. En ja, dat fenomeen dat kende ik nog niet. En wat zou dat kosten? Dat zou iets van 113 euro kosten en dan zou ik ook minder kosten gaan krijgen. Maar dat had de bank mij eigenlijk ook al verteld door de telefoon. Maar die had mij wel gezegd dat ik dan bij de ABN AMRO bank zou moeten blijven. En dat heb ik ook gehoord dat dat ook niet zo is. Dat hoefde ook niet? Nee. Dus geen eerlijke voorlichting? Nee, naar mijn idee niet echt. Maar misschien vrijdag nog.
Ook bij ons is Arjan Beugelsdijk, ook u sloot een verzekering af bij ABN AMRO, een pensioenverzekering. Ja. En bij u gaat het om uw hele pensioen, hè? Ja. Niet om een aanvulling, maar uw hele pensioen. Via uw werkgever, neem ik dan aan, hè? Ja. Had u ook een andere keus? Nou, het niet doen. Hey, ik kon het ook niet doen. Maar ja, dan heb je ook geen pensioenbijdrage van je werkgever. Nou, mijn werkgever was zo dat hij zei van dan krijg je die bijdrage zelf bij het bruto loon erbij. Hey, maar dat had hij niet hoeven doen. Nee. Maar ja, dat was eigenlijk de andere keus. Ja. Goed, laten we even kijken wat bij u de stand van zaken op dit moment is. Ja. De polis van meneer Beugelsdijk bestaat pas 1 jaar. Het ABN AMRO Flexibel Pensioenplan is door zijn werkgever aangeboden. Hij heeft over 2007 €131,25 per maand ingelegd. Dus in totaal €1575 dit jaar betaald. Maar wat blijkt uit het overzicht van 31 december 2007... Er zit nog maar €687,04 in. Dus hij heeft verloren €887. En dat is meer dan de helft. Dat is meer dan de helft in 1 jaar. En dan hebben we dus de slechte koersen nog niet meegerekend. Hè? Want dit is van december 2007. Precies. Heeft u hier ooit voorlichting over gehad? Nee, niks. Helemaal niet. Alleen een formulier wat ik even moest invullen. Ja. Met mijn gegevens erop. Opgestuurd. En dit is eruit gekomen tot nu toe. Ja. ABN AMRO wist van tevoren dat u hier zat. Hebben die nog contact met u of uw werkgever opgenomen? Met mij niet. Wel met mijn werkgever. Ze hebben vanmiddag voor de uitzending nog even gebeld. En ze hebben geprobeerd om eigenlijk de schuld van voorlichting bij de werkgever in de schoenen te schuiven. Om het maar even zo te zeggen. Dus ABN vond dat zij, dat de werkgever... Ja, terwijl in principe dat een plicht is van de ABN AMRO. En dat zo is het ook met mijn werkgever afgesproken. Dat ABN AMRO de mensen zou informeren over de mogelijkheden. En dat is niet gebeurd? Nee. Nou, ik heb meneer Bot al voorgesteld. Dank u wel vooralsnog voor het commentaar. En meneer Bot, u hoort het allemaal. Laten we maar even bij het begin beginnen bij de heer Braamburg. Een pensioenplan dat op nul eindigt na 15 jaar betalen. En de klant, meneer Braamburg, is daar niet van doordrongen geweest, van dat risico. Hoe kan dat?